Volgens mij hebben we dit als VVE al een weken geleden besloten. Ja, misschien ben ik gek hoor, maar als het dak lekt, dan moet het toch gerepareerd worden? Ja, het dak valt toch onder de VVE? Ja, het moet gerepareerd worden en ja, het valt onder de VVE. Maar dan zullen we extra moeten bijdragen om aan die minimale onderhoudsreservevoorwaarden te kunnen voldoen. Zo erg lekt het toch ook niet? Nou, het komt toch wel regelmatig voor dat ik om 4 uur mijn bed uit moet. Ja, als het heel erg regent. Sorry, deze moet ik heel even nemen. Richard, Erwin, kan het heel kort? Ik heb een hele belangrijke meeting. Hè? Dat kan. En die zeggen, wat? Ja, ja. Hier is beloofd om 9 uur thuis te zijn. Maar gaat alles goed? Ja, gaat wel. 8 dagen over tijd, dus het wordt wel een beetje kiep. Nee, Richard, fusie me reet. Ik ben godverdomme Sinterklaas niet. Ja? Ja? Oké, okay, ciao. Goed, verder. Dat was het dak. Dan hebben we nog de rammelende leidingen in die dunne wandjes. Zwanger, hè? Hormoontjes. Je klaar? Ja. Goed, verder. Die leidingen, die kans op lekkage, dus die moeten we heel snel gaan vervangen. Dus dan zullen we moeten kijken hoeveel we maandelijks extra moeten gaan bijdragen naar aanleiding van offertes die ik heb aangevraagd en hoeveel we eenmalig moeten bijstorten. Bijstorten? Ja, Jamal. En je loopt al een paar maandjes achter, hè? Zullen we dan eerst met het dak beginnen? Nee, want leidingen waren natuurlijk prioriteit. En prio 1 is prio 1. Ja, is ook zo. Maar het dak lekte wel voordat die prioriteit is. Ja, maar als straks die leiding klapt, dan zou je willen dat het alleen het dak lekt. Bonsoir, monsieur Latisse. Ook hun probleem, de dérangeer cette heure-là. Ik ga even koffie pakken. Voor mij macchiato. C'est avec du lait. Is met melk. Oui. Nou, jij? No. Ah, bien sûr. Les affaires, ce sont les plus importantes du monde. Die gast uit van een flatgebouw willen duwen. Hou maar niet op, man. We gaan zeiken over die leidingen is al jarenlang aan de hand. Hè? Mijn lekkage zit er van een flikker. En man, die telefoontjes tussendoor. Hou op. Richard, fusie maar reet. Ik ben godverdomme Sinterklaas niet. En hij is loaded, hè? Maar gierig. Ik kan echt niet meer bijdragen. Hé, hey, ja, jongen, zeiken over die paar tientjes die ik achterloop. Zeiken is het enige wat hij kan. Dat is het enige, vriend. Oh, jongen. Laatst heb ik al een pak voor hem aangemeten. Hij zegt, Charlie, de kleur bevalt me niet. Charlie, hij is niet getailleerd genoeg. Charlie, het draadje heb je niet goed weggewerkt. Houd maar niet op. Ik had laatst voor hem een schilderij gemaakt van een zomerslandschap met spelende zwaluwen. Komt hij langs, gaat ervoor staan en zegt, vogels vliegen hoog. Ik zeg, wat? Hij zegt, het is toch zomer? Ik zeg, ja. Hij zegt, dus insecten vliegen hoog. Dus jouw vogels vliegen fout. Ik zeg levend begraven. Het ergste is, niemand zal hem missen. Wat een mooi, Kees. Wat vreselijk. Nee, ik begrijp het. Ja, tuurlijk. Dank u wel dat u mij zo laat nog even heeft willen bellen. Ja, dag. Alles oké? Ik ga godverdomme dood. Sorry? Ik ga dood. We gaan allemaal dood. Ja. Dit was mijn dokter. Ik ben uitbehandeld. Meen je niet? Prostaatkanker. Nee. Ja. Jouw prostaatkanker is goed te behandelen tegenwoordig, hè? Ik heb bij mij niet. Stadium 4, het is helemaal uitgezaaid. Nou, je ziet er goed uit, man. Ik heb nog maar minder dan 2 weken te leven. Jezus, man. Nou, lijkt me dat mijn leidingen nu prioriteit nummer 1 zijn. Ik zit een beetje... zullen de vergadering dan ook bij deze af? Jongens, ik ben zo blij dat ik hier met mijn 2 beste vrienden zit. Charlie, zou jij het pak willen maken wat ik op de begrafenis moet dragen? Je bent de enige die ik erin vertrouw. Natuurlijk, man. Geen probleem. En niet te droevig, hè?
Het leven is een feest. Toch? Moet niet even gaan liggen of zo? Ja. Nee. Jammer dat ik nou mijn bucketlist niet afkrijg. Bucketlist? Ja, ik ben al maanden bezig met mijn bucketlist af te krijgen. Er was nog één iets wat ik... En dat is? Ja. Ja. Ik zou het heel fijn vinden. En ja, ik heb er best wel wat geld voor over. Om te kunnen kijken als twee van mijn beste vrienden met elkaar... Daar heb je zeg maar veel geld voor over. Dan had je een bepaald concreet bedrag. Ja, 2 miljoen. Drie? Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Hou dit vast. Ja. Oh! Dan stuur ik een poging naar Iris. Kan ik dat nog wissen? Dag dokter. Wat zegt u? Ik ga niet dood. Oh, gelukkig. Ik hoorde net nog dat ik niet gemist zou worden. Dunne wandjes, jongens. Hele dunne wandjes. Puntje voor de volgende vergadering. Oh, denk dat ze het al gehoord heeft. Succes.